Dag, hallo dames en heren en tof dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Enzo Knol voor de mensen die het niet weten. En dit is een keer wat anders dan de Minecraft video die ik elke dag upload om 7 uur. En dat komt omdat ik problemen heb met mijn onderrug. En ik zal het meteen eventjes laten zien. Ah, hij zit vastgeplakt. Die sticker, die warmte sticker die ik op mijn onderrug heb, die zit vastgeplakt aan mijn hemdje die ik aan heb. En dat doet pijn. Yes! Woehoe! Dit is mijn rug, jongens. Dit is mijn rug. Veel kan je er eigenlijk niet aan zien, behalve gewoon een warmte sticker. Alleen, waarom zit die warmte sticker op mijn onderrug? Precies 7 dagen geleden, dus vorige week maandag, ben ik gaan fitnessen. En toen ben ik blijkbaar door mijn rug gegaan. Na de training had ik zoiets van, ja, het zal wel spierpijn zijn en het gaat wel weg. Maar het is met de dag erger geworden. En het was zelfs zo erg dat ik gisteren geen eens goed kon lopen. Ik kan nu, tot op de dag van vandaag, ik kan geen eens mijn eigen onderbroek aandoen. Ik kan mijn eigen sokken niet aandoen, mijn eigen schoenen niet aandoen. Die moet me serieus overal bij helpen en dat voelt ontzettend shit. Dat voelt echt heel erg vervelend. Maar het is niet anders. Het is gewoon niet anders. Ik ben naar de fysio geweest en dat zullen jullie binnenkort zien in de vlog. En dan zullen jullie dus ook wat meer informatie krijgen. Maar in deze video wil ik jullie even iets mededelen wat er deze week gaat gebeuren met de uploads van 7 uur. Maak je geen zorgen, er komen sowieso video's online. Al 4 jaar lang, elke dag om 4 en 7 uur. Vloggen is voor mij geen probleem, maar de 7 uur video, daar heb ik wat meer inspanning voor nodig. Ik zit dan met headset, microfoon, ik heb Minecraft op mijn beeldscherm, ik beweeg heel erg veel, ik schreeuw heel erg veel. Dat heeft heel erg veel inspanning nodig. En dat is dus iets wat niet heel erg handig is voor mijn onderrug en wat ook pijn doet. Dus stel voor ik ga hoesten of ik ga niezen, doet ongelooflijk veel pijn. Ik zal trouwens heel even een klein stukje laten zien van mijn ervaring vandaag bij de fysio. Het was niet heel erg leuk, want het deed pijn. Oh, fuck. Daarnaast heeft hij me wel op het einde nog even goed gemasseerd en dat voelde wel wat prettiger. Maar ja, nogmaals, dat zullen jullie binnenkort zien in de vlog. Maar wat gaat er dan nu gebeuren met de dagelijkse upload om 7 uur? Heel simpel. Elke dag om 7 uur startende vanaf morgen tot en met, dus zondag ook, wordt er elke dag video geüpload van een andere YouTuber. En dat vind ik heel erg tof. Want ik zat dus heel erg met, hoe moet ik dit in godsnaam doen? Ik wil gewoon video's blijven uploaden. Dus ik heb meteen allemaal vrienden van mij gebeld. En serieus waar, dan merk ik pas weer gewoon hoe goede vrienden ik heb. Iedereen heeft meteen ja gezegd. Tuurlijk en zo ga ik fixen voor je. Daar ben ik ontzettend blij mee en vind ik ook heel erg lief. Ik wil bij deze alvast die YouTubers bedanken, die natuurlijk ook hele goede vrienden van mij zijn. Wie dat nog zijn, laat ik nog even als verrassing. Dus ik zou zeggen, hey, deze week elke dag om 7 uur een verrassing en een hele, ja, nieuwe video. Dit betekent dus wel voor alle Minecraft-liefhebbers, voor de diehard Minecraft-fans die al 4 jaar lang, of misschien ietsjes korter, maar er zijn serieus mensen die dus al 4 jaar lang elke dag de Minecraft kijken, waarvoor ik jullie allemaal wil bedanken. Even geen Minecraft deze week. Zoals het er nu naar uitziet, kan ik volgende week maandag wel weer een Minecraft-video opnemen, maar ik moet gewoon nog eventjes kijken hoe het allemaal gaat. Het kan ook weer helemaal bergafwaarts gaan. Ik hoop het niet. Ik heb wel meteen een tweede sessie ingepland met de fysio voor wat nieuwe oefeningen en zo, die echt weer pokkenpijn gaan doen. Maar goed, het is goed voor me, goed voor mijn herstel, dus daarom ga ik het zeker weten doen. Ook moet ik zooltjes laten maken. En nee, ik stel me niet aan, maar het doet echt heel erg veel pijn om mijn schoen uit te trekken. Die ik nu trouwens ook niet meer aankrijg, want D is niet thuis. Nou, dan loop ik me even door sokken door het huis, met sokken door het huis. Maar goed, ik moet 2 of 3 paar schoenen meenemen naar de schoenenmaker. Schoenenmaker? Hoe noem je zo iemand die zooltjes maakt voor je schoen? Zoltjes maken? Ik heb geen flauw idee, maar ik moet in ieder geval... Hey Kanye, hey, alles goed? Ja, je schoenen zitten echt lekker, dankjewel nog daarvoor. Oké, top. Ik kan niet lang serieus blijven, sorry. Wat ik nog als laatste wil zeggen is dus dat ik naar de zoltjesmaker ga en die gaat zoltjes voor mij laten maken. Omdat ik op een of andere manier verkeerd loop. Ik sta niet goed, mijn drukpunt is niet goed. Nou, krijgen jullie allemaal te zien binnenkort in de vlog, dan ga ik het wat uitgebreider uitleggen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het begrip. Ik heb heel erg veel zin in deze week. Ik ga niet zo van, nu heb ik last van mijn onderrug, dus kan ik niks. Dus
ik ga de hele week ga ik niks doen. Ga ik alleen maar op de bank liggen en alleen maar lopen huilen. Nee, absoluut niet. Ik ga er gewoon vandoor. Ik ga gewoon uit huis. Ik ga leuke dingen doen. Ik ga op avontuur. Ik kan alleen gewoon, ja, geen salto's maken of gewoon keihard gaan rennen of iets. Want dat is gewoon niet handig. Dat doet gewoon te veel pijn. En dat is niet goed voor mijn herstel. Maar goed, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor jullie support allemaal. Hier ga ik het bij laten. En morgen dus om 7 uur een gloednieuwe video online. Wie het gaat doen, weet ik wel. Maar wat hij gaat doen, weet ik dus nog niet. Dus dat blijft nog even een verrassing. Ik heb er heel veel zin in. Hopelijk jullie ook. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot morgen om 7 uur. En natuurlijk, tot morgen om 4 uur bij een gloednieuwe vlog. Peace!